NDP-parlementariër Roger Hopkinson heeft vandaag in de Nationale Assemblée aan de regering gevraagd om te voorkomen dat de Mind Control Center sluit. Dit verzoek deed hij voor de behandeling van de Paris Agreement. Het centrum dat personen met suïcidaal gedrag begeleidt, maakte gisteren bekend dat ze per 1 juli zal moeten sluiten, omdat de subsidie vanuit de overheid al meer dan 2 jaren is stopgezet. Mevrouw de voorzitter, dank u wel. Heel graag wil ik in bijzijn van de rest van het Surinaams volk iets onder de aandacht brengen van de Nationale Assemblée, maar zeker ook de regering. En dat is het volgende. Het Mind Control Center stopt per 1 juli 2018 met de dienstverlening. Dat houdt in dat vanaf die datum mensen met problemen die kunnen leiden tot zelfmoord niet meer zullen worden geholpen, mevrouw de voorzitter. En de reden is het feit dat het bestuur van de stichting noodgedwongen de deuren moet sluiten omdat haar subsidie de afgelopen 2 jaar drastisch is verminderd en sterker nog vanaf januari 2018 is uitgebleven. Hopkinson wees de regering erop dat de sluiting van de Mind Control Center maatschappelijke gevolgen zal hebben, vooral voor jongeren. Hij haalde in dit kader het probleem van pesten aan. Mevrouw de voorzitter, zeer kernachtig wil ik u aangeven waarom wij hier aandacht aan moeten besteden. Mevrouw de voorzitter, waarbij in het verleden ouders rekening moesten houden met zaken als peer pressure, ja. hopen dat hun kinderen niet zullen zwichten onder druk van leeftijdsgenoten en meegaan doen aan drugs en alcohol en noem maar op. Is het nu internationaal zo dat men ouders problemen hebben met pestgedrag van kinderen op school? Dusdanig, mevrouw de voorzitter, dat dit pestgedrag leidt tot zelfmoord onder de kinderen. Mevrouw de voorzitter, ik koppel ook aan... Ja, maar ik denk dat u uw acute mededeling heeft gedaan. Wel, laat me afsluiten door het volgende te zeggen, mevrouw de voorzitter. De regering is het verschuldigd aan die samenleving om een dergelijke organisatie die langer dan 10 jaar Surinamers helpt met deze problemen, er alles aan te doen dat zij de dienstverlening kan blijven leveren. En ik vraag hier aandacht voor. Tot zover NDP-parlementariër Roger Hopkinson vandaag in de Nationale Assemblée. Hij vroeg de regering om te voorkomen dat de Mind Control Center haar deuren per 1 juli sluit.